Hoi en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en vandaag heb ik 10 frustraties over diamond painting. En geef ik tips over hoe je die frustraties net iets minder frustrerend kan maken. De vorige keer bespraken we 10 redenen om te beginnen aan diamond painting. Maar natuurlijk zitten er ook nog keerzijdes aan diamond painting. Diamond painting is een hartstikke leuke hobby en echt voor jong en oud, noem het allemaal maar op. Maar toch zijn er dingen waarvan je denkt van, als dat continu gebeurt, dan stoppen we ermee. En die dingen gaan we in deze video bespreken. Ik heb alles gewoon in willekeurige volgorde gezet, dus het is niet zo dat de eerste het vervelendst is en de laatste het minst vervelend of andersom. Ik heb gewoon een willekeurige volgorde aangehouden en het eerste wat we gaan bespreken zijn nek- en rugklachten. Als je lang aan het painten bent, kom even uit je woorden, dan kan je nog wel eens nek- en rugklachten krijgen. Dat kan je voorkomen door zo'n ding. Dit is een soort van schildersezelachtig iets waar je je painting op kan leggen, waardoor je dus wat rechter op zit. Want als je aan het painten bent, dan zit je natuurlijk al gauw zo. Althans, als ik mijn video's opneem, zie ik de hele tijd zo, weet je wel. Dus, nou heb ik voor mezelf al rugklachten, dus kan ik niet zeggen dat ik er snel last van heb. Maar ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn die snel klachten krijgen van diamond painting. Dus probeer iets te vinden waardoor jij je painting misschien wat rechterop kan zetten. Neem desnoods wat meer pauze, want die painting hoeft echt niet binnen een week af. Tenzij je een deadline hebt, maar over het algemeen hoeven paintings niet binnen een week af. Dus denk echt aan je eigen lichaam. Ga niet uren achter elkaar zitten painten als dat niet nodig is, want dat is gewoon niet goed voor je nek en voor je rug. Dan hebben we ook steentjes die niet recht liggen. En dan vooral de vierkante steentjes. Want ja, ronde steentjes maken natuurlijk niet zo heel veel uit. Die kan je nog wel een beetje schuiven. En dat maakt niet uit als ze niet recht naast elkaar liggen. Maar met vierkante steentjes moet je natuurlijk wel echt de rechterzijde tegen de rechterzijde hebben. Diamondpaintingwereld.nl heeft een tool. Dat is dit ding. Daarmee kan je dus de zijkant recht leggen. Deze zet je tegen de zijkant aan en daar tegenaan kan je je steentjes plakken. Ik zag laatst ook voorbij komen dat mensen een soort malletje hebben. Ik heb hem zelf nog niet gebruikt. Ik heb hem nog niet voorbij zien komen ergens. Om hem te kopen of iets, zeg maar. Maar dan kan je je steentjes in dat malletje doen. Maar wat ik ook weer voorbij heb zien komen is dat als mensen dan dat malletje eruit halen, dat je je steentjes ook weer eruit haalt. Dus ik weet nog niet of dat iets is wat werkt, wat fijn is. Mocht je daar ervaring mee hebben, laat het zeker even weten in de reacties. Maar ja, vierkante steentjes die niet recht liggen is heel irritant. Echt heel irritant. En dat kan je dus voorkomen door bijvoorbeeld het damportsysteem te gebruiken. Zoals ik al eerder uitgelegd heb. Stel je hebt 6 steentjes, dan doe je wel steentje, niet steentje, wel steentje. En daaronder doe je niet steentje, wel steentje, niet steentje. Zodat je dus daar en daar een steentje hebt en daar geen steentje hebt. Ik weet niet of het op die manier een beetje duidelijk is. Maar door het gebruik van dat systeem komen je steentjes ook wat rechter te liggen. Steentjes die op de grond vallen. Jongens, who can relate? het gebeurt mij heel vaak dat ik gewoon een bakje heb liggen en verschuif. Of mijn arm wegschuif of wat dan ook. En dat dat bakje dan de grond van dichtbij bekijkt. Nou, je kan jezelf wel slaan af en toe als dat gebeurt. Vooral als het iets is met een kleur waar je echt gewoon 20 tinten van hebt. 20 tinten blauw, noem het allemaal maar op. En er valt dan één kleur blauw. Ja, dan is echt het einde zoek. Wat je kan doen om ze van de grond af te krijgen in ieder geval, is een panty om de kop van je stofzuiger heen. Zorg wel dat die panty nog goed vast zit. Of hou de panty vast. Of iets in die richting. Zorg dat die panty niet opgezogen wordt. En op die manier je steentjes opzuigen. Of desnoods een waszakje. Een ander netje wat je kan gebruiken waar die steentjes niet doorheen kunnen. Op die manier zorg je er in ieder geval voor dat je steentjes veilig van de grond afkomen. Dat is niet mijn telefoon, dat is de telefoon van mijn vriend. Dat de steentjes veilig van de grond afkomen. Ja, en dan is het gewoon sorteren geblazen. Steentjes die statisch zijn of aan elkaar blijven zitten. Er is een tool, dat is dit ding. Als je daar je steentjes in doet, dan zitten daar van die puntjes in dat apparaatje. Dan draai je hem dicht, schud je met het bakje. En als het goed is, laat je steentjes dan los. Als ze heel statisch zijn, dus als ze aan elkaar blijven hangen, dus niet echt plakken, maar aan elkaar blijven hangen of wegschieten op het moment dat je ze neerplakt, zeg maar, zou je ze of even in de vriezer kunnen doen of even laten zwemmen, zoals mensen dat zeggen. Er zijn mensen die doen ze dan gewoon even in het water of even dus inderdaad in de vriezer. Doen ze niet eerst in het water en dan in de vriezer. Maar op die manier kan je ze nog wel eens minder statisch maken. Ik heb van mensen gehoord dat het niet altijd werkt. Vaak wel, maar niet altijd. Dus pin me er niet op vast. Want ik heb het zelf nog nooit geprobeerd.
Maar ja, als ik mensen hoor over statische steentjes, dan hoor ik dat dat de oplossing is. Maar ik heb wel al gemerkt dat er heel veel steentjes bij mij zijn die af en toe alle kanten opvliegen. Maar ja, ik vind dat zelf niet zo heel erg. Ik neem op in een studio, dus het is niet zo dat hier verder andere mensen zijn die er last van zouden kunnen hebben. Mijn huisdieren komen hier niet, over het algemeen. Dus ja, ik heb wel zoiets van als er een steentje wegvliegt, dan plak ik er wel gewoon een nieuwe op. Een canvas dat de hele tijd oprolt. Als je net nieuw een painting binnen hebt gekregen, kan het zijn dat je canvas dus opgerold is. En dat als je dus gaat painten, dat hij elke keer weer terugrolt. Dit kan je op twee manieren oplossen. Je kan geduld hebben en hem bijvoorbeeld onder een kleed, onder een matras, onder een stapel boeken, een grote atlas, noem het allemaal maar op. Gewoon even een nachtje of een dag daaronder leggen. Dat kan. Dat doe ik meestal. Maar er zijn mensen die zijn zo enthousiast, die willen gelijk beginnen. Dan zou je ook het folie eraf kunnen halen. Je painting recht leggen, echt goed recht, dus leg even iets op de punten en dan het folie er weer op doen. Dat zorgt ervoor dat hij een stuk rechter is. Volgens mij is het niet zo dat hij dan gelijk op magische wijze helemaal plat is, maar je kan dan in ieder geval wel al een beetje beginnen. Mocht het kunnen, dan kan je natuurlijk die spullen gewoon nog even op die punten laten, maar als het goed is, als jij je folie eraf haalt en even opnieuw eroverheen doet op het moment dat die recht ligt, moet je painting al een stuk platter zijn. Een van de grootste nadelen aan diamond painting is dat het zo lang duurt. Tuurlijk kan je zelf bepalen hoe lang je over een painting doet. Als jij 24 uur aan een painting gaat zitten, ja, dan is die al een stuk verder klaar dan dat jij zegt, goh, ik ga een week lang een uurtje per dag aan een painting zitten. Maar over het algemeen duurt diamond painting best wel lang. Zeker met wat grotere formaten, daar doe je toch wel, ja, soms dagen, weken, maanden, jaren over. En op die manier duurt het dus heel lang voordat je resultaat ziet. Dus ja, painten duurt gewoon heel lang. Je hebt heel veel geduld nodig. En daar heb ik niet echt een oplossing voor. Dat is gewoon een kwestie van geduld, jongens. Geduld is een schone zaak. Een controlelijst die niet klopt. Bij elke painting zit een controlelijst. En bijna iedereen die daar met painting doet, heeft wel eens besteld op AliExpress. Zo ook ik. Nou, ging dat in het begin prima. Totdat ik ontdekte dat er best wel wat fouten in AliExpress zitten. Of nou ja, de levering van AliExpress. Zo heb ik een keer een compleet andere controlelijst gekregen dan ja, de painting die ik had. Dus ik had echt bij wijze van spreken een painting van een kat en een controlelijst van een hond. Ik heb toen een verkoper gecontact, niks meer van gehoord. Ik heb die painting ook nooit kunnen maken. Dus ja, dat schiet niet op. Of nou ja, met een beetje poespas had ik hem wel kunnen maken, maar de legenda klopte ook niet helemaal en ik kon dus niet controleren met die lijst. Ik wist niet of ik genoeg steen zat, dus eigenlijk heb ik het niet eens geprobeerd. Zo steek ik dan weer in elkaar. Weet je, ik ben als iemand, als iets al slecht binnenkomt, dan ben ik er eigenlijk gelijk een beetje klaar mee. Ik moet zeggen, ik werk natuurlijk op dit moment samen met Diamond Painting Wereld. Daar heb ik het nog niet gemerkt dat de controlelijsten niet zouden kloppen. Dus die kloppen voorlopig gewoon allemaal. Ook heb ik natuurlijk wel gewoon goede ervaringen bij AliExpress. Het is niet zo dat alles fout is, maar over het algemeen, als er fouten zijn, dan komen ze van AliExpress. En dan is het kleurnummers die niet kloppen. Of inderdaad de verkeerde painting. Of het verkeerde aantal zakjes. En bij AliExpress is het gewoon een stuk moeilijker om dan tot een oplossing te komen dan bij een Nederlandse webshop. Steentjes met gaatjes erin. Ik had het laatst weer een keertje. Ik had laatst weer een painting van AliExpress gepakt. En ik was het eigenlijk al een beetje vergeten. Maar die steentjes die roken heel erg raar. En er zaten allemaal gaatjes in. En toen dacht ik weer van, ik ben echt verwend met de kwaliteit van Diamond Painting Wereld. Want hoe irritant is dat je gewoon een prachtig mooie painting zou maken en dat je dan allemaal steentjes hebt met gaatjes erin. Dat vind ik zelf gewoon niet mooi en ook gewoon een beetje het hele beeld van die painting verpest. Omdat je toch dan niet glimmende deeltjes hebt in iets wat juist wel glimmend hoort te zijn. Dus mocht je heel erg veel steentjes hebben met gaatjes, dan laat ik je aan de verkoper even te contacten. Mocht je iets meer budget hebben om paintings te kopen, dan raad ik je aan om gewoon een Nederlandse webshop te zoeken. Kan dus de Diamond Painting Wereld zijn. Daarvan heb ik het linkje in de beschrijving staan. Ook een kortingscode in de beschrijving. Maar ja, persoonlijk heb ik zoiets van, nu ik zo gewend ben geraakt aan Nederlandse kwaliteit, om het even zo te zeggen, ja, ben ik die gaatjes van AliExpress wel een beetje zat. De aparte maten en afmetingen en dingen van sommige paintings maken het zo lastig om lijsten te zoeken. Je hebt natuurlijk gewoon paintings van, ik zeg maar wat, 50 bij 50. Nou, daar kan je dan nog wel heel makkelijk een lijst voor vinden als je hem wil inlijsten. Maar er zijn ook paintings van bijvoorbeeld 24 bij 27 of 31 bij 48, weet je wel.
dat je echt denkt, hoe ga ik hier een lijst voor vinden? En dan kan je de meeste lijsten wel custom laten maken. Of kan je iets verzinnen dat je aan de bovenkant en aan de onderkant iets doet. Waardoor je alleen aan de zijkanten geen lijst hebt. Of je doet hem in zo'n passepartout, heet dat geloof ik. Dat je dus een grotere lijst koopt en een witte achtergrond hebt en dan je painting in het midden legt. Maar als je je painting gewoon helemaal wil inlijsten en je hebt zo'n rare maat painting, dan kan het nog wel eens lastig zijn en heel duur uitkomen als je daar een lijst voor moet vinden. Mijn tip wat betreft lijsten, passepartout is inderdaad een hele goede. Kijk van tevoren goed naar de maat painting die je bestelt. Of dat nou bij Dame Paintingwereld is, bij AliExpress, bij weet ik het welke webshop dan ook. Kijk echt goed naar de maten van tevoren en kijk desnoods van tevoren al of er makkelijk een lijst voor te vinden is. Als je inderdaad weet dat je hem wilt inlijsten. En als laatste, een luchtbel in je painting. Hier heb ik laatst een video over gemaakt, dat is deze video. Het linkje van die video zal ook even in de beschrijving staan. Maar luchtbellen in je painting kan zo naar zijn. En ik heb dat wel eens gehad en ik wist toen nog niet van die video dat die oplossing bestond. I didn't know. Dus ja, ik had dus gewoon een painting met luchtbellen en ik had hem gemaakt. En het was allemaal zo landschap, weet je, wat ik echt dacht van, wat moet ik hier wel maken? Maar nee, daar is dus gewoon een oplossing voor. Dat kan je gewoon verwijderen, om het zo te zeggen. Dus het linkje naar die video staat in de beschrijving. Maar mocht je dus luchtbellen tegenkomen in je painting, ga niet gelijk met mesjes of punaises of zo aan de slag. Kijk desnoods gewoon even rustig die video. En ga gewoon rustig met je pennetje die luchtbel eruit halen. Dit was weer de video voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt van nou dat frustreert me en ik los het op deze manier op? Laat het dan zeker even weten in de reacties. De link naar Diamond Painting Wereld staat in de beschrijving. Dit is geen gesponsorde video. Ik ben gewoon heel blij met de producten van hun en ik gebruik ze gewoon heel vaak. En vooral als ik het dan vergelijk met wat ik een paar jaar geleden nog op AliExpress bestelde, merk ik gewoon dat de kwaliteit van hun een stuk beter is dan de kwaliteit van AliExpress. Dus het linkje naar Diamond Painting Wereld staat in de beschrijving. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vind je dit een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. En zie jullie volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!